Van de industriebouw, petrochemie, tot aan de wegenbouw, alle kunnen ze niet zonder de methaansector. Maar wat speelt er in deze sector anno 2021? En hoe werkt men vandaag de dag? Dat nemen we vandaag onder de loep bij een familiebedrijf in Bree. Voor een metaalbedrijf als Toplas is het heel interessant om te investeren in de laatste nieuwe machines. Hierdoor kunnen wij energiezuiniger produceren, omdat het elektriciteitsverbruik en gasverbruik van dergelijke machines steeds lager en lager wordt. Anderzijds kunnen we ook meer produceren met gelijkblijvend aantal werknemers, omdat er echt een schaarste is aan metaalarbeiders op dit moment. Toplas levert de nodige inspanningen om groener te produceren. En het bedrijf is ook CO2-neutraal. In totaal liggen er 912 zonnepanelen op de productiehal. De opbrengst ervan dekt het volledige jaarverbruik. Toplas focust zich op laadwerking, profielbewerking en het lassen van metalen componenten. Wij bieden onze klant daardoor een alles onder één dak oplossing. Dus de klant moet niet gaan shoppen bij verschillende leveranciers. Ze kunnen bij ons terecht voor zowel hun plaat op maat, hun profiel op maat, als het lassen van deze platen en profielen aan elkaar tot constructieelementen. Het machinepark is het kloppend hart van Toplas. Hier staan onder meer twee boor- en brandtafels. Deze kunnen platen volautomatisch boren en op maat snijden. Door deze technieken te combineren, verloopt het productieproces snel en is het zeer kostenefficiënt voor de klant. Onze werkwijze is als volgt. 8 van de 10 gevallen levert de klant onze tekeningen aan. Indien dat niet kan, maken wij deze tekeningen zelf. Dan worden de programma's gemaakt op onze bureaus en vervolgens geproduceerd op onze machines. Onze eerste investering dateert van 2015. Toen hebben we een nieuwe productiehal geplaatst van om en bij de 3000 vierkante meter. Hierna hebben we dan machines geplaatst, een nieuwe boor-brandtafel en een nieuwe laser om onze productie te optimaliseren.